Hoi, lieve allemaal, lieve tweelingzielen in nabij missie. Welkom bij de trailer van de algemene tarot reading voor tweelingzielen, week 9. De leidraad voor deze reading is basis en verworvenheden. Deze kaart spreekt over dat het tijd is om te oogsten wat je hebt gezaaid. Dat het tijd is dat het universum je iets terug gaat geven. Als voor het harde werken. Dat als leidraad. Maar deze reading geeft ook nog een terugblik op vorige week. Wat vorige week heeft gespeeld met betrekking tot offerbrengen. Wat je dan als geheelde tweelingziel tegenkomt in contact met de ander die nog midden in het helingsproces zit. En wat er dan eigenlijk van jou als tweelingziel verwacht wordt. En wat je taak is. Dat komt heel erg sterk naar voren in deze reading. Ik wil eigenlijk nog graag voor deze trailer nog aan het universum nog een boodschap vragen. Prachtig. Rad van Fortuin. Het Rad van Fortuin, wat spreekt over bestemming. Je bestemming bereiken en klaar zijn voor een nieuw begin. Tenminste in deze tarot set. Deze Crowley tarot set wijkt iets af van de andere betekenissen van de andere tarot. Dit is de Crowley tarot. En deze spreekt over een nieuw begin. Grote creativiteit, onverwacht geluk en een grote doorbraak. Ik sta nu open voor het wonder van mijn leven. De doorbraak om het grote geluk te kunnen ervaren. Nou, ik ben blij dat deze eruit is gevallen, want deze reading is duidelijk hoe je daar gaat komen. En dat is niet ver weg voor een aantal. Wat ook een tijd wordt aangekondigd. En nou komt deze eruit. Klaar zijn voor het wonder in het leven en klaar zijn voor het grote geluk. En een nieuw begin. En dat zul je, als je naar de reading gaat kijken, zul je erachter komen dat het ook daarom gaat. Dat een nieuwe begin voor de deur staat. Dank je wel voor het kijken. Dank je wel voor de support. Dank ook voor de mensen die mij hebben gemaild naar aanleiding van de weekreading van afgelopen week. Dat ze me heel open en kwetsbaar hebben gemaild waar ze doorheen zijn gegaan. En dat ze zich heel erg hebben herkend in het feit dat ze een offer hebben moeten brengen. Ten aanzien van werk of relaties, wat dan ook. Hartelijk dank. Tot volgende week. En ik wens je een fantastische week en heel erg veel kijkplezier. Bye.